Allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag mijn TBR voor de maand april. Ik ben een beetje laat, want we zitten al, nou ja, de eerste week is al voorbij. Maar het kwam er gewoon niet van. En ik heb nu alle boeken bij elkaar gepakt die ik van plan ben of hoop te lezen deze maand. Ik ben wederom weer iets te enthousiast, want volgens mij zijn het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en nog een e-book, 16 boeken. Ik weet nu al dat ik dat niet ga halen, want er is al een week voorbij en ik heb er nog niet eens één uit. Doe mijn best, maar ik wil toch, ik hou er wel van om een uitdaging aan te gaan. Dus ik denk 16 is een hele grote uitdaging, maar ik werk op zich wel goed onder druk. Dus wie weet verbaas ik mezelf en haal ik er misschien wel 12 of zo. Nou, dan ben ik al echt ontzettend tevreden. De boeken die ik van plan ben te gaan lezen deze maand zijn er 3 van Yo-Yo Jojo Moyes. Dat zijn deze. Ik heb de blauwe voor mij als recensie-exemplaar gekregen van uitgeverij De Fontijn. Dit is het derde deel. En ik heb daardoor de eerste 2 delen voor mezelf nog erbij gekocht. Om in ieder geval gewoon te beginnen bij het eerste deel. Een leven na jou en voor jou. Dus deze 3 hoop ik deze maand te lezen. Ze nodigen in ieder geval wel uit als je de leuke cover zo ziet. En volgens mij lezen ze ook wel snel, dacht ik. Dus deze 3 heb ik in ieder geval op mijn TBR-lijst staan. Het e-book wat ik erop heb staan is Hart tegen Hart. Dat is 1 boek, maar verschijnt als 2 e-books. Het eerste heb ik al uit, want het zijn echt maar 120 pagina's of zo. En bij de tweede ben ik bijna op de helft, dus dat moet op zich niet zo heel moeilijk zijn. Dus neem aan dat ik die in ieder geval wel heel snel uit zal hebben. Onder de huid, van ook uitgeverij De Fontijn heb ik die gekregen. Daar ben ik al in bezig. Het gaat nu eindelijk een beetje wat sneller. Maar het duurde zo lang voordat ik een beetje in het verhaal kwam. Het kabbelde een beetje door. Dus nou ja, ik hoop dat ik deze wel binnen nu en anderhalve dag wel uit heb. Hoop ik, want dan kan ik in een ander boek beginnen. En heb ik er in ieder geval 1 weg kunnen strepen. Dat vind ik altijd heerlijk. Als ik het weg kan strepen, dan zie ik dat lijstje slinken. En dan hoop ik dat ik nou ja, in ieder geval een hoop boeken deze maand uit kan lezen. Een ander boek die ik op mijn lijst heb staan is van Xander Uitgeverij, In de Greep van de Waanzin. Dit schijnt echt een heel spannend boek te zijn. Dus meestal met spannende boeken wil ik weten hoe het verder gaat. Dus dan lees ik het meestal wel snel. En hier ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Deze heb ik nog niet eens zo heel erg lang geleden binnengekregen. Dus nou ja, ik wilde hem echt deze maand op mijn TBR-lijst zetten. Van HarperCollins kreeg ik het boek van C.J. Cook. Ik weet alleen mijn naam nog. Je wordt wakker op een eiland en je weet niets meer. Wat zou je doen? Dus het klinkt ook als een spannend boek. Dus nou ja, wie weet lees ik er echt heel erg veel in een week. Het zou zomaar kunnen. Maar deze staat ook op mijn TBR-lijst voor deze maand. Zo ook van HarperCollins. Het Sneeuwmeisje van René Denveld. Het is een roman. Niet heel erg dik. Ik weet niet hoeveel pagina's. 250? Nou ja, rond de 250. Dus ik had vorige maand natuurlijk best wel wat hele dikke boeken ertussen zitten. Maar die las ik daarentegen ook alweer heel snel. Dus het wil niet zeggen dat een heel dik boek mij daardoor langer bezighoudt. Want zoals deze valt eigenlijk heel erg mee. Maar daar ben ik in verhouding veel langer mee bezig. Dus als het pakkende verhalen zijn, dan nou ja, heb ik goede hoop dat ik er echt wel heel veel kan lezen deze maand. Van Cornelie Schjungel, The Eye moet ik eigenlijk zeggen. Die heb ik van haar zelf opgestuurd gekregen. Zij had mij via Instagram denk ik gevonden. En zij vroeg of ik deze wilde recenseren of reviewen. En gesigneerd, altijd leuk. Dus die wil ik ook eigenlijk deze maand wel lezen. Ben ik heel erg benieuwd naar. Want de cover is wel echt heel erg, nou ja, dat ik denk van wat gaat er hier gebeuren. Van HarperCollins ontving ik ook van Brianna Wolfson. Het leven gaat niet altijd over roze. Deze. Dus die wil ik ook deze maand lezen. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Van uitgeverij Letterijn ontving ik Ziva van John Winkel. Een thriller. Die heb ik ook op mijn lijst gezet. Van HarperCollins van Mick Finlay Arrowwood. Deze ga ik denk ik als eerste lezen als ik de ander uit heb. Want hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Dus deze komt zeker uit deze maand.
eigenlijk maar één boek van mezelf deze maand erop gezet. Want ik heb heel veel recensie-exemplaren en ik word altijd een beetje nerveus als die stapel heel groot wordt en ik eerst eigen boeken ga lezen. Dan denk ik van nee, die recensie-exemplaren die wil ik als eerst weg. Deze stond vorige maand ook op mijn TBR-lijst. Harry Potter deel 3 en The Prisoner of Azkaban in het Engels. Maar vorige maand ben ik er niet aan toegekomen. Want toen ben ik ook eerst recensie-exemplaren gaan lezen. En dat zal deze maand niet heel anders zijn. Dus kleine hoop dat deze uitkomt. Maar ik zet hem er gewoon elke maand weer op. Want ik wil hem wel lezen. Dus die heb ik er toch maar weer opgezet. Van uitgeverij De Vier Windstreken heb ik De Gehoornden van Bianca Mastenbroek. Vet coole cover. Dit is wel een wat dikker boek. Die heb ik vorige maand. Had ik hem er wel of niet op staan? Dat weet ik niet meer zeker. Maar ik denk, ik moet hem er wel op staan. Deze heb ik al een tijdje binnen. Dus daar moet ik echt een keertje aan gaan beginnen. En op zich ziet het er wel heel spannend uit. Dus wie weet. Ook van De Vier Windstreken heb ik van Mariette Aarts. De Heersers en... Oh nee, De Heersers van Keer. De Chronieken van de Zeven Eilanden boek 1. Deze. Dat is ook een... ietsje dikker boek dan de rest die ik eigenlijk heb klaar liggen. Dus die heb ik nu ook op mijn TBR staan. Ook een nou ja, best wel gave cover. Dus ik ben benieuwd. En het laatste boek wat ik erop heb staan van HarperCollins is Onafscheidelijk van Juliette Butler. Dat is deze. Dat is weer een roman. Dus het is echt wel weer een beetje een mix van fantasy, thriller, roman. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Ik kan een beetje dan afwisselen. Als ik een keer een roman uit heb, dan ga ik weer even een thriller lezen. Dat houdt het wel een beetje afwisselend, waardoor ik meestal wel heel veel boeken lees in een maand. Dus dit sluit het rijtje af van 16 boeken. Ja, 16 boeken. Het is haalbaar, maar dan moet ik wel echt heel veel andere dingen laten. Zoals de was en de strijk en mijn huishouden en dat soort dingen. Dus ik weet niet of dat gaat lukken. Maar het is een mooie lijst en nou ja, ik ben nog niet heel erg goed op weg. Dus ik ga nu gauw beneden proberen. Onder mij of onder de huid uit te lezen. Nou ja, dat gaat me vandaag denk ik niet meer lukken. Maar wie weet, kopje koffie erbij en we zullen zien. Eind deze maand, eigenlijk begin volgende maand zal ik mijn wrap-up video opnemen. Dan weten jullie wat er is gelukt om te lezen en wat niet. Hebben jullie ook een soort lijstje wat jullie eigenlijk een beetje willen lezen deze maand? Of kijk je gewoon als je een boek uit hebt in je kast van nou, ik heb nu zin in deze, ik lees deze. Ben ik heel erg benieuwd naar. Ken jij een van de boeken die ik net heb laten zien? Wat vond je ervan? Mag allemaal hieronder, vind ik leuk. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Doeg!